Suriname bekend is de titel van het boek dat de bekende fotograaf Raoul Nijhorst 2 jaar terug heeft uitgebracht. Nijhorst is nu weer in Suriname om te werken aan het tweede deel van zijn boek. Nijhorst is bij ieder bekend als fotograaf, maar hij is nu ook schrijver geworden. Suriname bekend gaat over 75 bekende en niet bekende Surinamers. Het was altijd de wens van Nijhorst om een boek te schrijven. Door drukke werkzaamheden kwam hij er echter niet aan toe. Toch is het zijn vrouw gelukt hem te inspireren om zijn droom te verwezenlijken. Maar een boek blijft altijd. En weet je wat ik ook met het boek, ik wil het niet, het boek vind ik dat, eigenlijk hoor ik niet omdat het mijn boek is. Maar ik vind dat zo'n boek in elk Surinaams huishouden thuis hoort. Weet je, want we hebben heel veel Surinamers die gewoon heel goed bezig zijn. Of mensen met Surinaamse roots. En daar moeten we eigenlijk trots op zijn. Dus daarom vind ik dat, dat elk huishouden, en ik zet met opzet huishouden. Omdat het dus ook voor de jeugd heel belangrijk is. De jeugd heeft inspiratiemodellen, of tenminste ja, inspirators nodig. Om te kijken van, hey, hier kan ik naar opkijken. Of mensen die bijvoorbeeld dezelfde achtergrond hebben en iets moois hebben bereikt. We doen echt wel hele, hele toffe dingen. En ja, vandaar ook de keuze om het in boekvorm te doen. En ook natuurlijk om het er verhalen bij zitten. Kijk, op een billboard, daar kunnen geen verhalen. Velen hebben zich afgevraagd waarom de schrijver voor die 75 verschillende Surinamers heeft gekozen. Op de vraag als het een bewuste keus was, zegt Nijhorst het volgende. Wat ik ook eigenlijk met dit boek wil bereiken, is dat men moet loslaten om alleen mensen te zien als Suriname, degene die een Surinaams paspoort hebben, of degene die in Suriname wonen. Want je hebt ook, zoals ik bijvoorbeeld met een Surinaams paspoort in Nederland woon, maar je hebt ook gewoon heel veel mensen in Suriname wonen met een Nederlands paspoort. Weet je, men maakt te veel onderscheid tussen van, ja, die is geen Surinamer, die is wel Surinamer. We zijn eigenlijk een heel klein land. We hebben maar 500.000 mensen hier wonen, 400.000 mensen in Nederland, misschien nog 100.000 over de rest van de wereld. Dus eigenlijk met 1 miljoen mensen, 1 miljoen Surinamers, mensen van Surinaams afkomen. Zijn we een hele kleine bevolking. Laten we met die 1 miljoen één sterke ja, bond maken, één sterke bal, of hoe je dat wil noemen. En laten we elkaar allemaal Surinamers zien in plaats van in het kleine aantal te gaan zeggen van nee, maar jij bent iets aan de man, je bent een landverraad, je zit in het buitenland, je bent niet hier. Weet je, maar soms moeten mensen hun vleugels uitspreiden. Weet je, wat ik ook mooi vind aan mijn boek, is dat ik niet alleen de hele bekende mensen in het boek heb staan. Bekende mensen zoals Jurgen Rijman of Erwin de Vries en dat soort namen. Maar ook namen dat je denkt van, hè? Ik heb nog nooit van die naam gehoord, maar op papier. Bijvoorbeeld, in het boek heb ik Giorgio Tuinfort staan. Giorgio Tuinfort is een music producer. Die heeft gewerkt met Whitney Houston, Michael Jackson, Gwen Stefani. Die heeft de muziek voor gemaakt. Dan heb ik Monique Mannen, dat is een actrice en danseres. Die heeft gespeeld in Coming to America van Eddie Murphy. In Fresh Prince of Bel-Air. Ja, ze hebben allemaal dat soort namen. Maar in deel 2 heb ik bijvoorbeeld, dan komt er iemand die de... Harald Hasselbach, die heeft 2 keer de Super Bowl gewonnen. Nou, de Super Bowl in Amerika, dat is huge. Weet je, elke zingende artiest, dat is de ultieme droom om daar een keer op te treden. Nou, als je iemand hebt die 2 keer de Super Bowl heeft gewonnen. Ik heb ook een fashion designer die ontwerpt voor Giorgio Armani, voor Victoria's Secret, voor Tommy Hilfiger. Allemaal gewoon Surinamers. Weet je, dus ik wilde dus, wat ik al zei, dus niet alleen de hele bekende mensen, maar ook deze mensen dat je denkt van, wat? Gewoon een Surinamer die op die of die positie zit. Fotograaf en schrijver Raoul Nijhorst van het boek Suriname bekend. Het tweede deel van het boek heeft nog geen definitieve titel, omdat hij nog een aantal mensen moet fotograferen en interviewen, zegt de schrijver.